Het is helaas geen 1 april grap. Dit wordt werkelijk het allerlaatste half uurtje onvoorziene omstandigheden. En het mag gezegd worden, dit TV2 succesnummer eindigt in volle glorie. Want ik ben ervan overtuigd dat u weer allemaal ongeduldig zit te wachten op Mark Uiterhoeven en zijn improvisators. Voor deze gelegenheid zijn ze er alles even bij. We pinken een traantje weg en raad u aan, geniet er nog maar eens goed van. Kasteelbier, een belevenis ook in onvoorziene omstandigheden. Laatste keer naar onvoorziene omstandigheden. En daarom spelen we vanavond met z'n allen. Michiel de Vlieger, Ineke Nijssen, Jeanne Pennings, Tom Leenaerts, Bart Klein, Johan Terijn, Geert Willems en Adriano Cominotto. We beginnen zoals altijd met uit de hoed korte zinnetjes, geselecteerd uit suggesties van het studiopubliek, schriftelijke suggesties. Kom jullie maar klaarstaan, nu is met z'n zevenen. Een leugen om bestwil. Ik heb dit programma echt altijd heel graag gedaan. Oh. Als Alpe d'Huez kon spreken. Ah merde, les Hollandais sont là. Dat heet dan gelukkig zijn. Een deur die plots open gaat. Twee bergketens overbluffen elkaar. Je handrem niet vergeten. VT4 legt de lat hoger. Ja, we moeten iets doen. Lager kunnen we niet, hè? Een jongen wordt man. Een jonge heer wordt een meneer. Karel Dille bekend. Ik heb nog met een Marokkaanse gevregen. Humor in de Bijbel. Er waren die 7 broden. En 450 man. Komt die ene naar voren. En die zegt... Geen paniek, vrienden. Vrees niet. En? Simsalabim. Knalsie. Het half interview. U kent het, alleen de vragen zijn op de band blijven staan. Voor de antwoorden zorgt de speler, in dit geval de speelster, want het is Ineke. Kom jij maar hier zitten. Je krijgt een interview van Dirk Sterks uit Ter Zake. En je bent de organisatrice van de Miss België-verkiezing. Mevrouw, zo'n wedstrijd zoals de uwe heeft toch iets mensonterends eigenlijk? Vindt u dat? Ik vind dat niet. Ik vind dat juist het ophemelen van de mens. U heeft een heel slechte naam. Men zegt dat u uw mensen heel autoritair behandelt. Dat is absoluut niet waar. Ik behandel de mensen zeer democratisch.
En ik ben ook altijd heel erg in om te luisteren naar wat de meisjes wensen. Wij weten dat schoonheid in zo'n wedstrijd heel belangrijk is. Maar hoe belangrijk is de geest, de intelligentie van uw kandidaten? De geest en de intelligentie van een kandidaat is minstens even belangrijk als de buitenlijke schoonheid. Ik bedoel, sommige mensen zitten te veel aan hun haar en die vallen dan direct af. Die zijn dan dus te veel bezig met hoe ze eruit zien. U zelf is eigenlijk ook een aantrekkelijke vrouw, als ik u zo zie zitten. Geweest, eigenlijk. Ja, dat is heel vriendelijk dat u dat zegt. Ik zelf vind mijn innerlijk nog altijd nog ja, mooier. Ik moet zeggen dat een ensemble zoals dat grijme ensemble, dat wel staat, eigenlijk. Dank u wel. Goh, ik ben dat eigenlijk niet gewend. Dat wel, mensen... En een iets meer décolleté zou ik wel graag willen. Vindt u dat? Ja, meestal adviseer ik de meisjes. Ja, het is zo, ik heb vandaag mijn wonderbra niet aan, anders zou ik dat misschien wel doen. Maar misschien straks achter het, na het interview in de kleedkamers of zo. Enfin, dat haar strak achteruit vind ik ook wel mooi. En strak achteruit? Ja. Ik ook. Ik vind het strak achteruit ook heel aantrekkelijk. Vooral bij mensen die zo in de journalistiek zitten. En ik vind ook zo mensen die hun hoofd wat vasthouden met hun vinger en dan zo zitten. Alleen toen laat het nu, het was zo schoon. Ik vind dat ook heel aantrekkelijk. Ja, oké, bedankt, Ineke Meijsen. Dit was het vanuit de Verzakenstudio, hier, Studio 17. Gaat u maar opnieuw op uw plaats zitten. Oké, bedankt. Help een handje en nu gaan Michiel en Tom samen spelen. Tom speelt de armen en er is geen tegenspeler dit keer. Ja, het klinkt raar. Het gaat om het volgende. We gaan het journaal doen voor gehoorgestoorden, maar in één persoon. Een goede avond, dames en heren. In Wachtebeke is een verschrikkelijk ongeval gebeurd. Verschillende vrachtwagens zijn echt op elkaar geknald. Het was zeer pijnlijk om te zien. Massa's gewonden, gelukkig geen doden. Het buitenlands nieuws. In Saoedi-Arabië heeft de nieuwe sheik, de president van het land, dus heeft 15 nieuwe vrouwen gehuwd. De huwelijksnacht moet zeer speciaal geweest zijn. Sport. Het wereldkampioenschap zwemmen is uitgesteld. Oké, bedankt. Dubben, een oud tv-fragment krijgt een nieuwe klankband. Tom en Johan, jullie spelen. Komen jullie maar voor de grote bak staan. Ooit meegedaan aan Pak de Poen, Tom? Nee, Mark, dat was mijn tweelingsbroer. Ja. Hij lijkt anders heel weinig op je. 20 december 1989 was het. Tom, jij bent een dorpspoliticus. Tom, je bent een dorpspoliticus die door wedstrijdjournalist Johan wordt ondervraagd over hete hangijzers als migrantenbeleid, voeren, drugs, aids. Jullie verzinnen het maar. Johan spreekt als eerste. Daar gaan we. Meneer Leenaerts, u hebt in het kader van de migrantenpolitiek een aantal nieuwe maatregelen getroffen. Kan u eens de eerste maatregel zeggen? Ja, ik heb... Ja. Want hebben we dus bij ons in de gemeente eigenlijk alle Marokkanen uitgesloten. Alle Marokkanen uitgesloten? Ja, ik vond dat die zich slecht integreerden en heb daarom gekozen om een zuiver ras bij ons in de gemeente te hanteren. Ja. Een zuiver ras, zegt u? Ja, een zuiver ras, dat wil zeggen van Arissen afkomst. Ja. Kijk maar zelf naar mijn haar. Ik moet het niet wegsteken. Nee. Hoe
Ja, hoe kan u dat onderscheid eigenlijk maken? Ja, daar heb ik een heel simpel trucje voor. Ik zet 100 frank op straat. En dan wacht even. Ja, en dan komt de eerste Marokkaan al af. Inderdaad, ja. Eerste Marokkaan. En ik ken er nog een. Bij ons in de gemeente... Ja, dat is wel een straffe truc natuurlijk. Ja. Inderdaad. Goed, ook aan het milieu. Bent u van plan iets te doen? Ja, het milieu ligt bij heel nauw van het hart. Ja. Allee, nog iets? Oké, bedankt. We gaan een duet zingen. Dat betekent dat Adriano er weer bij komt. Ineke en Janne, jullie zingen. En de rest zorgt voor backing vocals. En dan gaan we iemand uit het publiek een paar vragen stellen. Die meneer bijvoorbeeld, ja. Meneer, mag ik uw naam alstublieft? Tom. Tom. Uw beroep? Advocaat. Advocaat? Stagiair. Ja. Bent u getrouwd? Nog niet. Maar u bent het wel van plan, zo te gooien? Ik heb plannen, ja. Met? Met het meisje die naast mij zit. En die heet? Katrien. Katrien. En wat is haar beroep? Zij is werkzoekend. Werkzoekend? Ja. Een advocatenkantoor. Wat zegt u? Hoopvol. Hoopvol, ja. Heeft u kinderen? Nee. Nee. Oké, daar weten we wel genoeg mee, denk ik. Daar gaan we. Adriano? Misschien precair en jij bent stagiair. Maar bij mij kan het niet op, ik heb een job. Als ik ooit in de penarie zit, dan kom ik zeker bij jou. En als ik dan door jou niet te troosten ben, dan kom ik bij Katrien tegen dan je vrouw. Waar staat hij en waarom staat hij daar? Mag ik de spelers vragen hun hoofdtelefoon op te zetten? Onze reporter bevindt zich in een frietkraam om eens te peilen hoe het gaat sinds de frieten 5 frank duurder zijn geworden. Jullie mogen de hoofdtelefoons afdoen. Tom, jij speelt. Vertrek maar. Voor ons is Tom Leenaerts ter plaatse. Tom, hoe is het daar? Rustig, Mark, de spreekwoordelijke stilte voor de storm. Weinig volk, is dat al een eerste gevolg? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Het volk wordt pas later verwacht. Ja, sorry, antwoord maar eerst aan die man daar. Nee, dank u vriendelijk. Heb je met hem al kunnen spreken? Ja, daarnet heb ik met hem een kort interview gehad en hij beweert ook dat het allemaal wel opgelost zal worden. Ah ja, is hij niet boos dan?
Dat blijkt achteraf toch nog mee te vallen. Wat is zijn functie precies? Politiecommissaris. Dat is eigenaardig. Wat is hij nu aan het doen? Hij vraagt je iets, geloof ik. Antwoord maar, hoor. Nee, nu niet. Dank u. Ja, je mag ervan profiteren, hoor. Tom, je staat daar nu toch. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn moeder en mijn vader... Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Is er eigenlijk een duidelijke terugloop geconstateerd? Ja. Hoeveel verlies betekent dat bijvoorbeeld voor een zaak als die waar je nu staat? Dat is momenteel moeilijk in te schatten, maar de eerste ramingen zijn rond de 250 miljoen. Dat is heel veel dingen. Je zou denken dat de consument ondanks alles toch trouw blijft aan dit product. Ja, shampoo heb je altijd nodig, Mark. Ja, ook natuurlijk. Maar zou de prijs in het najaar weer dalen? Die kans zit er dik in, hoor. Dat 5 frank eigenlijk nog zoveel commotie kan veroorzaken in 1995. Ja, ik verschiet er ook altijd van. Waarom zijn de aardappelen eigenlijk zoveel duurder geworden? Omdat de pakjes frieten zijn opgeslagen, maar... Oké, bedankt dan. Nog eentje. Mag ik de spelers vragen hun hoofdtelefoon op te zetten? Onze reporter bevindt zich in de opwarmingsruimte van het Belgisch kampioenschap bodybuilding. Jullie mogen de hoofdtelefoons afzetten. Ineke, jij speelt. Vertrek maar. Voor ons is Ineke Nijssen ter plaatse. Ineke, hoe is het daar? Het is hier toch al met al een zeer trieste sfeer, Mark. Eigenaardig. Wie is dat daar achter jou? Andere kant, andere kant. Dat is Jan van Rompuy. Ah, dat hadden we van hem niet gedacht. Wat doet hij precies? Kan je daar een woordje uitleg bij geven? Hij komt hier om het een en ander uit te leggen over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van... Hij is weg nu? Ja, hij moest even weg. Ah, de volgende is daar al. Ken je die? Nee, die ken ik nog niet. Maar daar ga ik straks kennis mee maken. Ja. Zie jij dit graag eigenlijk? Ik zelf, ja. Ik weet niet of mijn persoonlijke smaak hier ter zake doet. Ik zelf hou er nogal van, ja. Vind je het mooi of is het van een andere orde? Het is meer dat ik het... Ik vind het nogal speciaal, laten we het zo zeggen. Ja, het blijft een vreemd spektakel, hè? Ja, maar toch, het heeft iets. Het is weer eens wat anders. Hij heeft je zien staan, geloof ik. Oh jee. Wat wil hij van je? Ja. Kijk eens, wat wil hij daar van je? Oh, dat kan ik hier geloof ik beter niet zeggen. Nee, het is ongetwijfeld indrukwekkend, maar laat ik het zo zeggen. Zou jij met dit exemplaar in bed willen? Nou, ik zou ze eigenlijk wel gewoon met z'n allen mee willen nemen. Ja, ik die zie er maar één. Chippendales. Maar dit exemplaar. Ja, hij doet weer teken. Ja, straks na de uitzending ga ik misschien wel even met hem mee. Ja. Vinden vrouwen dit nu echt aantrekkelijk? Vrouwen zijn hier meestal gek op, maar ze geven het niet graag toe. Floept de hele handel niet in elkaar als zo'n kleerkast stopt met trainen? Ja, er is een groot risico dat het dan al die spieren toch kwabben worden. Ja, waar sta je nu eigenlijk? Ik sta hier natuurlijk op de... bodybuilder toestand. Ja, natuurlijk. We gaan eindelijk eens echt zappen, want nu beschikken we over 7 televisieprogramma's. Komen jullie maar klaarstaan en vertel mij eens onmiddellijk welk televisieprogramma jullie vanavond graag willen zijn. Zondag, Sjosdag. Moesti, seks met Angela. Onvoorziene omstandigheden. Camille Kafka. De gast van Bergmans Show. De drie wijzen. Oké. En het publiek mag mij een onderwerp geven waarover het op al die programma's gaat die avond. Kleiduifschieten. Kleiduifschieten. Waarom niet? En we beginnen met Camille Kafka. Dat is ongelooflijk, maar ik ben onlangs met mijn lief gaan kleiduif schieten. Het is echt geweldig. Ik heb zo'n geweer genomen. Per ongeluk zat ik dat wel in haar achterste. Die heeft me al gevlogen, jongen. Dat is zo vreemd over. Zondag, Sjosdag. Je maakt de gekste dingen mee hier in ons appartement in Vilvoorde aan Zee. Zo net is hier zelfs een kleiduif binnengevlogen en... Seks met Angela. Ja,
Willem, jij zit hier nou. Jij vrijt nogal veel en je hebt er een hele sport van gemaakt, heb ik gehoord. En nu ben je tegenwoordig bezig, ejaculeer jij, en dan is dat gewoon kleiduif schieten dus. Moestie. Moestie ging met papa en mama kleiduif schieten. Wat Moestie niet wist, was dat hij zelf het kleiduifje was. De drie wijzen. Kleiduif schieten, het is niet moeilijk. Het is gemakkelijk. Oh ja, Bobby, het is een hobby van mij. Ja. De Gaston Bergmans Show. Oh, dames en heren. Die mens die kon daar helemaal niet meer lachen. Je moet die stwik hier gooien omdat hem die kleiduif gestoken heeft. Onvoorziene omstandigheden. De reporter. Onze reporter staat ter eerste plaats, alleen weet hij niet waar of hoe. Mag ik de spelers vragen hun hoofdtelefoons op te zetten? Onze reporter staat op een kleiduifmeeting waar Frans Peters ook aanwezig is. Oké, mag ik de spelers vragen hun hoofdtelefoons op te zetten? Oké, bedankt. We zijn al aan ons slotspel, de slechtst denkbare manier. Komen jullie maar op de slechtst denkbare treden staan. De slechtst denkbare manier om je vrouw bij te staan bij de bevalling. Oei, 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 dat ziet er niet goed uit. Oei, 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 oei. Nog niet, schat, nog niet, met een video staat nog niet aan. Jesus Christ, is dat dit vies, jong? Hela, dokter manneke, waar denk je dat je aankomt, hè? Persen, 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 persen! De voetbalagent zometeen, persen! Ja, 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 het is een slip. Goh, en moet die ooievaar er ook mee uitkomen? Schatje, het is een blauwke en het zit al in een plastic zakje. Wacht, schat, ik zal eens helpen. Hey, kom naar de papa, hè? Kom naar de papa. Nu knipt hij een zot tapietje in twee, het was zo lang. Ik heb al moeten persen om hem erin te krijgen, hè? De slechtst denkbare manier om een doodsbrief te beginnen. Kom ons zaterdag om 11:00 bezoeken, we hebben verse koffiekoeken. We zijn er vanaf van het gezeik en wij zijn nu rijk. Maak deze envelop onmiddellijk open en krap het laagje weg en zie wie er gekist wordt. Nu nog even la tristesse en dan hop naar mijn maîtresse. Rip, rip, hoera! De laatste woorden van zijn wijf. Eindelijk is hij stijf. Is er een familielid bij u overleden? Kopieer deze brief dan 10 maal. Zet uw naam bovenaan de lijst. Verstuur hem naar 10 adressen. Hij kon niet turnen, maar ligt nu wel in zijn urne. Kom dan eens op tafels en op stoelen, want hij is dood, Emiel Goele.
Eindelijk zijn we verlost van zijn protten. Hij is dood, Hans Otte. Ga de lijst maar af. Hij kan nu eindelijk niet meer snoeven, want hij is dood. Aflevering van Onvoorziene Omstandigheden. 25 hebben we er gehad in totaal. Dank aan de 7 spelers voor hun aanwezigheid. Dank aan Adriano voor zijn talent. Dank aan u thuis voor uw geduld. Dank aan het studiopubliek voor het applaus en de suggesties. En graag tot... Dat zien we wel. Dag.